Hoi, leuk dat je kijkt. Heb je recent nog ringmussen gezien? Nou, die kans wordt steeds kleiner en daarom is het tijd om deze interessante soort eens onder de loep te nemen. Dat doe ik op basis van de PTT-tellingen, ook wel het fietsrondje voor de wetenschap genoemd. Deze terugkerende telling in december loopt al ruim 40 jaar. En dankzij deze netjes verzamelde gegevens weten we hoe het met de ringmus in Nederland gaat. Coördinator Willem van Manen zette de gegevens van deze soort al eens op een rij. Ringmussen wegen 24 gram, een paar gram lichter dan de welbekende huismus. Door het jaar heen eten ze iets meer insecten en plantenzaden dan de huismus. Ringmussen zijn net zoals huismussen sociale dieren die in groepjes leven. Ze leggen doorgaans iets grotere afstanden af dan hun nauwe verwanten. En ze broeden ook iets vaker in natuurlijke holtes zoals in knotwilgen of andere kieren van bomen. En hun roepjes klinken ook net iets anders, iets nasaler dan die van de huismus. De ringmus is vooral een soort van het agrarisch gebied. In dorpskernen en steden komt hij nauwelijks voor. Kijk maar naar deze figuur van het gemiddeld aantal ringmussen en huismussen per PTT-telpunt. Vooral de onderste twee balken zijn van belang. Met de PTT-tellingen hebben we vanaf 1980 een enorme afname van ringmussen gemeten, van wel 90%. Waarschijnlijk was deze afname al veel eerder begonnen, maar ja, toen hadden we nog geen tellingen. Die afname is overigens wel veel sterker dan bij de huismus. Hoe kan dat? Nou, aan de leefomgeving van ringmussen is nogal wat veranderd. Ringmussen leven in de zomer vooral van onkruidzaden en in de nazomer ook van oogstresten van graan. En daar is nogal wat aan veranderd. Bekijk deze figuur maar eens. Daar zie je een grote verandering in de gewassenteelt in. Roggen en haver zijn eigenlijk vrijwel verdwenen en in plaats daarvan is er snijmais gekomen. Een gewas waarin de ringmus eigenlijk nauwelijks iets te zoeken heeft. En daar komt nog bij dat wintertarwe tegenwoordig heel efficiënt wordt geoogst, waardoor er nauwelijks voedsel achterblijft, nauwelijks oogstresten. Rommelhoekjes op erven en in het land zijn eigenlijk vrijwel verdwenen. En onkruidzaden in akkers worden op grote schaal bestreden. Grote groepen ringmussen kom je dus nauwelijks meer tegen. En zie je dan misschien toch zo'n groep tijdens je PTT-telling? Kijk dan goed naar het landschap. Misschien zie je melden, ganzenvoet of zuring in het veld staat. Of zo'n rommelig erf waar ze nog op terecht kunnen. Je bent dus een geluksvogel als je tijdens je PTT-telling nog ringmussen in het veld tegenkomt. Doe je nog niet mee aan deze telling? Klik dan op het linkje onder de video om te kijken hoe het project werkt. En daar staat ook een linkje naar een uitgebreider artikel over beide mussensoorten. In ieder geval veel plezier in het veld!